Die, uh, he, dat is de mem ja. en uh, nou, vriendin van ons, is in juni haar man kwietrekken. en uh, de famen hun height uh, nou zo ben in Amerika west nou dit uh, he, voor, uh, een, uh, uh, ja hoe moet je dat even nu lezen de dochter het in juni de west een uh, high school iedien en height me op bezoek maar zuske komen waarom height komt te verstieren en uh, nou dat famke wil graag nog een keer waarom afskipt nemen van haar gast dus zij gaan de machine draaien, Mem famkes. en en uh, nou ze komen uh, of ze binnen de krekt. En uh, nou, ja, dan komt het, uh, het verschrikkelijke bericht dat hun huis opgehaald is. Ja. Nou ja, wij als vriendin, hey, Jessica en ik, hebben uh, van: van, uh, we willen wat doen. En uh, ja, wat doe je dan? Ja, nou ja, toen hebben we dit opzetten een doneeractie. Maar ons ontstaat er eigenlijk een hele rare situatie dat zij, de eigenaar van het hoes, om het even heel zakelijk te zeggen, zit in Amerika en, en je gebeurt van alles. Ja, klopt, inderdaad. Ja. 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 Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ik voor je, man, want wat maakt het lezen naar hun? Hè? Ja, je hebt af en toe wat appcontact, um, ja. ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze behoorlijk geschokt zijn om te horen dat hun hoes al weer. Ja, dat is niet te bevatten nieuws. Dat is, het zou een reis worden om, om dingen af te sluiten. En, Nee, hier te meer en ze is ook het afgelopen half jaar zo sterk geweest en die meiden ook. En, en dan krijg je dit: Dat gewoon alles weg is ja. er. Is niks meer hoor van het hele hoest? Nee, het is eigenlijk uh, ja, wat lietste dingetjes uh, komen nog tevoorschijn. En gelukkig uh, is uh, de urn-hessen uh, eruit helikin he, van, uh, van uh, de huid en de man. En uh, nou ja, dat dat wie al heel belangrijk en uh, zo, nou en dan. Uh, ja komt er dus een foto te zien, voor, misschien uh, trouwring trouwinkwiet die is gelukkig bij Bobbe wet. Ik nog. Uh, dus uh, dat is een lietje gelukje bij een heel groot ongeluk. En uh, ja, van de rest is echt alles ver. Ja, dit, dit griepje bij de strot. Dit, dit is soms van die verhalen denken, oh, vreselijk en zeker voor haar natuurlijk en haar uh, dochter. Binnen tussen bij waarom? Of zitten ze nou nog in Amerika? Ze zijn gistermiddag geland volgens mij en uh, ze zijn nu uh, in een Nieuw thuis. Ja. ja, er is een vakantiehuisje gereed gemaakt. En uh, daar zullen ze nu uh, tot de opbouw uh, klaar is uh, vertoeven. Dwarren ja. ze het horen om. Nee, het dus hoestertje. Ik weet nog niet of ze er zijn geweest eigenlijk. Ik denk dat ze er vandaag heen zijn. Ze zijn gisteravond met donker dus, uh... Ja, Dan word je daar net wezen eigenlijk. Ik liet mezelf verschrikkelijk confronteren. Maar wel dat je een hele mooie actie opstart, Haar. Er is dus gelukkig al een heel soort reactie op kam, Maar Maar rent nog even. Vertel zelf wel even wat voor actie ben je met de waarde eigenlijk? Nou, wij hebben via uh, doneeractie.nl een, een, een crowdfunding opzetten. En uh, wij uh, ja, beide een berichtje deelt op Facebook. En uh, ja, dat. Dat gets verder en dat rent uh, De kracht van social media, hè? Ja, het is geweldig. Ja, we schelden er een prod op omdat ik hele nare dingen op dat uh, social media te vinden ben. Maar dit is weer de positieve kant, hè? Ja, absoluut, absoluut. Hoop reacties, hè? Maar intussen ik aardig donaties. Ja, we hebben er iets van 385 uh, nou op staan. Ja. En het bedrag is uh, rond uh, de Njochen en heel toezend. We wonen met van Broeken. Uh, wij zijn van uh, de, de slogan die we doen hebben van. Uh, uh, helpen, mij niet uh, haar, uh, van haar huis werd een tus te Kind herbouwt weer dat soort dingen, of is dat nog te betieten om daar te vragen? Nee, volgens mij uh, ja, gaat het wat er nog staat plat en, en komt het er helemaal nieuw. Wie uh, vrijst in het Hoes of een huis? Een, uh, een Hoekwoning okay. van een rijtje. Hoes, de Nijs, ik plat of, of voelde dat daar nog? Nou, dat leek ook dat dat wat mooi voelt. Uh, maar... Ja, nou ja, je de hele buurt. Uh... Ja, ja, het hele rijtje. Uh, nee. <laughs> Goed, yield, uh, want hoe ze erop bouwd is, ja, dan had ze natuurlijk yield nodig om spulletjes te kopen. Je, je kreeg misschien woord van de verzekering, maar ja, dat werd wel wel, ja, nooit helemaal genoeg. Uh, dus hoe meer yield, hoe beter het eigenlijk is. is. Is het gewoon eigenlijk zo simpel? Absoluut, ja. Het is voor nu ook, heb je al zoveel dingen nodig terwijl nog niet de verzekering uitbetaald. Er uh, moeten fietsen komen. Je moet gewoon voorstellen dat je bent alles kwijt. Ja, echt, er is een Alles, dus je moet alles opnieuw opbouwen. Ja. Hoe kunnen mensen doneren? Zij is leven, we hebben een soort site. Hoe kunnen mensen dat vinden? Uh, via doneeractie.nl. En dan kiest gewoon een naar mij niet, of het is ja. gewoon donerenactie.nl. Dan kom ik voort op de goede site, langs? Dan zit het op de goede site en dan kiest de actie op Ziki. Nou, dat is die hebben we noemd van hulp naar alles verwoestende brand. Ja. En daar staat in het kwaad een beetje het verhaal hè, wat we nodig. hebben. En uh, daar is dan doneren. Succes. En wens je namens Zus, mijn in ieder geval, en haar dochter een heel soort sterkte. Want ja, dat is een beste klap, kan ik me voorstellen. Dus ik vind het prachtig door je hem door en daarom duim, hak je me een keer minuut nog. En ik hoop dat het nog groter succes wordt. Dank u wel. Ik deel dat ik nog alleen op mijn eigen social media, trouwens Wilm pick in de ring van de Dij, Dus Dan kun je hem direct nog via, via uiteindelijk bij de Goeie pagina te leren komen om een centen te doneren.